eindig op 3. Dat is helemaal boven. En daar ben ik dus nu. Het regent. Nee. Welke kleur het is? Dit wordt leuk. Ik weet niet welke kleur dat is, jongens. Volgens mij is het heel bruin. Hele goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin, Karin en Roderick, ja dat zijn wij. Het is vandaag donderdag, 13 mei 2021 en het is 2:30 geweest. Ja, ik ben nu dus lekker aan het lopen met mijn kleine meid, mijn grote meid, mijn kleine meid. Yes, en ja, wat we allemaal gaan doen vandaag, ik weet het niet, we zullen dat zien. Maar voor de rest, we wensen jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. En toen zat ik alweer hier. Ja, het is alweer bijna inmiddels bijna 4:30. Ja, ik ben even bij Ro even thuis geweest, want hij was een beetje verdrietig. En dat heb ik een beetje kunnen troosten. En nou is Ro dus weer mijn kant op. Ja, kom maar. 1, 2. Hi, kerel. En waarom deze meneer dus niet op mijn bureau mag, dat zal ik heel fijn uitleggen. Zoals jullie wel weten, heb ik dus van Rode een hele mooie muismat. Een hele grote muismat. Kijk, deze. En deze meneer die vindt het leuk om wel eens met zijn nagels nog in te gaan. Dus dan mag hij gewoon niet op mijn balkon. Op mijn balkon. Ja hoor. Wauw. Op mijn bureau komen. Nee, dat weet meneer ook. Dus deze. Kijk, nu is hij mij lekker aan het kusjes geven. Maar hij vindt het dus op deze. Want dit is gewoon stof. Vindt hij het leuk om dan zijn nageltjes in te zetten. En dan mag hij dus gewoon niet op mijn bureau komen. Nee. Dus. Hé, meneer? Dus ja. En we gaan zo nog even naar de mal toe. Even daar kijken. Oh, even zo even. Medicijnen, ik heb koppijn. En mijn moeder ook, dus dat scheelt. Dan ga jij nou eens even die kant op. Nee, die kant op. Goed zo. Nou, Roos, dat is mijn kant op. Ik ga eventjes medicijnen innemen. En dan zien we mij zo meteen wel weer terug. Want ik ga wat doen met mijn haar vandaag weer. Weer, Karin. Ja, ik ga weer iets met mijn haar doen. Ja, hoe dan? Nou, moeten jullie zo meteen maar lekker opletten in deze vlog. Ja, ik weet niet hoe laat. Hoe? Wat, maar ik wil wel wat doen met mijn haar. Ja. Nou, bij de Jumbo aangekomen. Roderick heeft dit voor lekkers. En ik heb dat voor lekkers. Lekker, lekker goedkoop. Helemaal top. Helemaal goed. Ja, en Roderick staat nu lekker daar voor mij. Ja. Mens, wat is het hier druk, man. Niet normaal vandaag. Maar oké, maakt niet uit. Ik ga weer naar boven. Ik ben nu op 2 en we eindigen op 3. Dat is helemaal boven. En daar ben ik dus nu. Het regent. Nee. Het regent, joh, hier. Echt, het regent. Dat is grappig. Rody zit waarschijnlijk al lekker in de auto. Ja. Nou, ik ga daar. Het stinkt hier naar rook. Bah. Kijk, het regent. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien, maar kijk. Het regent water. Kijk, en zelfs de auto is gewoon nat. Kijk, eeuw. Kijk, de auto is nat. Kijk, daar hebben we Roderick. Daar hebben we Roderick. Het is nat. Het is vies. Hij is nat. Het is nat. Eeuw. Zo, die is dicht. Dus, ja. Het is je druk. Het is raar weer, hè? Maakt niet uit. Geeft niet. Helemaal niet. Helemaal nop, nappen, nappen, naden. Je doet helemaal niks. Gelukkig maar dat het niks geeft. Hoe zei dat? Gelukkig maar dat het niks geeft. Nou ja. Heel gelukkig. Ja, het is gewoon raar weer.
Maar is het nou goed geluk of slecht geluk? Ja, geen idee. Wat gaan we doen? Wachten. Ik moet hier even wachten op Arne. Schande, is dat niet? Nee, dat wist ik nog niet. Dan vertel me toch iets nieuws. Ja, normaal sluit ik af in de slaapkamer, maar dat ga ik dus nu even nog niet doen. Jullie horen het goed, dat ga ik dus nog even niet doen. Ik ga wat anders doen. Ja, ik heb dit los. Ja, het ziet er nou nu nog niet leuk uit. Nee, maar ik ga wel wat leuks doen. Ik ben nog een beetje aan het twijfelen. Ik heb deze, ik heb daar een hele hoop. Ik heb hier nog iets liggen, dus... Wat het gaat worden, dat laat ik nog eventjes als een leuke verrassing ook voor jullie. Dus ik ga even kijken welke, wat ik ga doen. Misschien wordt het wel 6, misschien wel 2, misschien wordt het wel 1. Geen idee, maar dat komt wel leuk. Dat komt wel leuk. Ja hoor, hoor mij. Maar dat gaat goed komen, dat wou ik zeggen. Dus ik ga het eventjes kijken wat ik mee ga doen. En dan zien jullie het zo meteen wel. En misschien neem ik dit ook wel weer mee. Wie weet, ik ben zo gek als een deur. Dat weten jullie onderhand. Dus het komt wel goed. Hoop ik toch. Dus als jullie er vertrouwen in hebben, ik zou zeggen, gooi dat blauwe duimpje even omhoog. Zo, nou zit hij goed. Ik ga deze weer omdoen. Yeah! ja, ik spoor niet. Nee. Ik ga deze in de helft doen. Dit is leuk. Als ik er nog wat verf uit ga krijgen, denk ik niet. Anders is deze dus helemaal empty. Deze is leeg, hartstikke mooi. Oh. Nou, de laatste, but not at least. Yeah. Ik weet niet welke kleur dat is. Dit wordt leuk. Ik weet niet welke kleur dat is, jongens. Volgens mij is dit heel bruin. Ik
Dit is bruin. Wauw. Dit is bruin. Oké. Het lijkt wel stront. Echt serieus, dit lijkt wel stront. Oh, wauw. Dit lijkt wel stront. Oh, 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 oh. Waar hebben we het over, jongens? Ik kan het nou echt serieus niet zien ook, hè, dat ik alles niet mee heb genomen. Echt gewoon niet. Nou, Karen is serieus zo gek als een deur. Dat kunnen jullie wel nu vaststellen, denk ik zo. Ja. Goed inwerken, hartstikke mooi. Helemaal geweldig dit. Nou, dat valt eraf. Ja, nou, dat valt er lekker tussen. Prima, ook goed. Ik ga nog wat leuks doen. En ik ga dat nog leuk doen. Vind ik leuk, vind ik grappig. Zo. Ik weet niet of het me gaat staan, mensen, maar ik schijt aan, echt. Ik heb overal schijt aan, dus hier ook aan. Ja. Nou, ik kom straks weer bij jullie terug als ik ga uitspoelen. Komt goed, hoop ik toch. Ja mensen, ik ga het lekker uitspoelen. Ik ga mijn deze bij me weghalen. Die doe ik lekker daar naartoe. En ik ga zo doen. Ik ga even kijken waar deze het hangt. Lekker warm. Hey! Nu niet zo hoog, goed. Nou. Geweest eruit halen ook. Ik weet niet wat hij heeft gepakt, totaal niet.
Ik ga even lekker shampoo erin doen. Ik ben zo meteen terug bij jullie. Ja, zoals jullie dus zien zit ik al lekker op bed. Dat betekent dat ik deze vlog ga afsluiten. Vind je deze vlog leuk? Ik zou zeggen, doe het alle vier de dingen. Abonneren, belletje aan, duimpje omhoog en laat een leuke reactie achter. En dan krijg je zeker een reactie terug. Of het nou kritiek is, positieve kritiek, negatieve kritiek. Het maakt mij niet uit. Ik kan overal van leren van jullie. En dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuw.